Het journaal Laat met Fatma Taspinaar. Een heel goede avond en welkom. De woede onder de Libanese bevolking is groot na de zware explosie in de haven van Beirut. De inwoners vinden dat de overheid te weinig doet om hen te helpen. Op dit moment wordt er nog altijd puin geruimd, maar belangrijker, tientallen mensen zijn nog altijd vermist onder dat puin. Het land vraagt de rest van de wereld dan ook om hulp. En die begint stilaan op gang te komen. Nog geen twee dagen na de ramp staat president Macron al op de plaats van de ontploffing in de haven van Beirut, waar Franse reddingswerkers al aan de slag zijn. Merci beaucoup. Et courage. Nadien gaat het naar binnen voor een ontmoeting met de Libanese president en de premier. Daarna trekt Macron opnieuw de stad in, dit keer naar een van de zwaarst getroffen wijken, waar hij meteen wordt omringd door een woedende menigte. Macron probeert de woedende mensenmassa te sussen. Ik kan speak to you. Je comprends. Je sais votre détresse et je comprends votre colère. Je ne suis pas là pour cautionner quelque régime ou quelque politique que ce soit. Mais je suis là et c'est mon devoir pour vous aider en tant que peuple. Met de belofte dat de hulp van Frankrijk niet in corrupte handen zal terechtkomen, vertrekt Macron weer naar Frankrijk. Op 1 september komt hij al terug. Steven de Kranen, onze man in Beirut in Libanon. Macron is de eerste buitenlandse leider die Libanon heeft bezocht. En dat is niet toevallig, hè? Nee, er zijn sterke historische en emotionele banden tussen Frankrijk en Libanon. Libanon is ooit nog een Frans protectoraat geweest, vanaf 1916 tot ergens in de Tweede Wereldoorlog. En daarna zijn die banden nog altijd nauw geweest. En de Franse president is hier ook onthaald, een beetje als een heiland, als een redder. Want veel Libanezen zien het hier totaal niet meer zitten en hebben gezegd, ja, dit is een man die tenminste durft naar buiten komen, op straat, ons te woord staan, wat de huidige politieke klasse in Libanon niet durft. Dus hij is met open armen ontvangen, ook al omdat hij een beetje hoop geeft aan al die mensen. Aan de andere kant, hij moest natuurlijk alle verwensingen voor die Libanese politici erbij nemen. De president Macron heeft hier heel veel beloofd, een internationale donorconferentie. Hij wil ook alle hulp coördineren. Als Frankrijk wil hij sterk staan, maar zo zegt hij, dan moeten er wel grote veranderingen gebeuren in Libanon, grote economische en politieke veranderingen. Dus voor wat hoort wat. Ja, Frankrijk heeft ook al beloofd te helpen in Libanon. Hoe is het intussen gesteld, Steven, met de hulp vanuit andere landen en zal dat de kwaadheid onder die Libanezen kunnen bekoelen? Wel, de hulp komt nu volop op gang. Wat we zelf zien is dat er hulp komt uit bijvoorbeeld Emiraten, Turkije, maar bijvoorbeeld ook uit andere landen. Italië zal 8,5 ton medisch materiaal opsturen. De Verenigde Staten zullen 3 grote militaire vrachtvliegtuigen naar hier sturen met materiaal. Ook een Chinees medisch team komt er. We hebben hier al Russen ter plaatse gezien. Qatarese helpen met een hospitaal op te bouwen. Dus het komt stilaan op gang. En we horen ook dat de Belgen van plan zijn om nog steunmaatregelen te treffen en eventueel materiaal ook naar hier te sturen met de C-130. Maar daar moeten alle details nog voor geregeld worden. Vraag blijft natuurlijk of dat de woede zal koelen, want die woede is echt wel reëel hier in Beirut, in Libanon. Dat voel je overal. Alle mensen zeggen het is genoeg geweest. En op dit moment, zoals we nu hier staan, moeten we zeggen dat we de eerste berichten binnenkrijgen van protestacties van Libanezen in de buurt van het parlement. En daar moet de politie traangas inzetten. Dus je voelt aan alles dat die woede echt aan het borrelen is. En vraag blijft maar of dat goed zal aflopen in een land dat hier echt wel onder druk staat. Oké, en jij blijft dat volgen. Dank je wel, Steven de Kranen, vanuit de Libanese hoofdstad Beirut. Kwaadheid dus onder die Libanese bevolking, maar ook solidariteit. Ook hier bij ons trouwens. Vanavond was er een waken vlakbij de Libanese ambassade in Brussel om de slachtoffers van de ramp te steunen. Zo'n 100 Libanezen die in België wonen namen daaraan deel. De waken was gespreid over 2 avonden om in deze coronatijden niet te veel volk bijeen te brengen. Verdriet overheerste daar, maar ook boosheid dus. Want in de Libanese politiek geloven ze niet meer. Tientallen Libanezen komen naar de waken vlakbij de Libanese ambassade in Brussel. De band met hun vroegere thuisland en Beirut is sterk, zeggen ze. Vele van hen hebben vrienden of familie die in het rampgebied woonden. Ik heb vrienden
die tot nu toe nog niet gevonden zijn. Dus door die aanslag, door die bom, die zijn nog niet gevonden en die zijn nog altijd op zoek naar hun. Het leven voor de Libanezen wordt al maar moeilijker. Ook daar heeft corona een erg zware impact gehad. Gewoon al levensmiddelen zijn steeds moeilijker te verkrijgen. De ontploffing maakt van 2020 een rampjaar, zeggen ze. Er is een zekere colère in mij in verband met bepaalde keuzes die gemaakt zijn op politiek vlak in Libanon, maar ook buiten Libanon. En zeker niet kunnen. Ja, het is altijd de overheid die een zekere bescherming moet kunnen garanderen en dat is gefaald. We zijn samen. Samen zijn we één. Alle godsdiensten zijn we samen. Shiiten, Sunniten, katholieken, orthodoxen, Droes, we zijn allemaal één. Dat is geen enkel probleem. Beirut, we gaan die terug opbouwen. Naar de Verenigde Staten dan, want de procureur-generaal van New York wil de National Rifle Association, de machtige Amerikaanse wapenlobby, laten ontbinden. De NRA is officieel een non-profit organisatie, maar de top van de wapenlobby zou geld van de organisatie misbruikt hebben. Het hoofdkwartier van die NRA bevindt zich in de staat Virginia, maar is als non-profit organisatie geregistreerd in New York. Vandaar dat de procureur-generaal van New York, een democraat trouwens, actie onderneemt tegen het vermeende misbruik. De wapenlobby staat dan weer dicht bij de Republikeinse partij van president Trump. The NRA's influence has been so powerful that the organization went unchecked for decades, while top executives funneled millions into their own pockets. They use millions upon millions of dollars from the NRA for personal use, including for lavish trips for themselves and their families, private jets, expensive meals, and other private travel. Ja, Björn Soenes in de Verenigde Staten. Waarom doet de procureur-generaal van New York dit nu? Wel, Letitia James zit achter die organisatie aan. Een goede 2 jaar geleden was ze ook al achter de organisatie van Donald Trump achtergegaan. De Trump-organisatie, namelijk de Trump-stichting, die is dan opgedoekt door Donald Trump zelf, omdat daar ook wanpraktijken aan het licht kwamen. En binnen de NRA rommelt het al lang, Fatma. En dat onderzoek heeft er nu toe geleid dat men deze organisatie wil aanpakken, omdat ze zichzelf presenteert als een VZW, maar eigenlijk beschuldigd wordt van allerhande praktijken, snoepreisjes, geld wegtrekken. De baas Wayne LaPierre zit er al 39 jaar, gebruikt geld voor zichzelf naar het schijnt, geeft geld niet aan bij de belastingen. Dus er zal nu een lange rechtszaak volgen. De uitkomst weten we daar niet van, maar de NRA die zou opgeheven worden, dat zou toch bijzonder groot nieuws zijn en een grote impact hebben. Ja, ik wou het net vragen, Björn. Die NRA blijft natuurlijk wel heel machtig. Kan dit wel gevolgen hebben voor hen en welke dan? Wel, niet meteen. In elk geval, het trommelt al lang binnen de organisatie oneenigheid. Maar die organisatie heeft 5 miljoen leden. En ze gaat nu zelf klachten indienen tegen de procureur-generaal, omdat zij zeggen, ja kijk, het tweede amendement van de grondwet is bijzonder belangrijk voor ons, namelijk de vrijheid om wapens te dragen. En als dat recht wordt aangetast, dan gaan wij ook tekeer gaan tegen die procureur-generaal. Dus de vrees is, als die organisatie niet meer bestaat, dat het eigenlijk de bedoeling is om die organisatie monddood te maken, hun vrijheid van meningsuiting te beknotten. Maar zolang is het nog, zover is het nog lang niet. Het zal nog misschien jaren duren voor deze rechtszaak zijn beslag krijgt. Maar het is wel belangrijk voor de leden te weten dat hun bazen daar beschuldigd worden van fraude en persoonlijk gewin. Ja, symbolisch toch wel al heel belangrijk, die eerste stap dan. Björn, iets anders nog wat ik wilde vragen. Daarnet raakte bekend dat de Amerikanen weer zouden mogen reizen naar het buitenland. Weet je daar meer over? Wel, zij kunnen dat wel willen. Maar de vraag is, gaan ze binnen mogen in het buitenland? Kijk, tot nog toe was er een soort uitreisverbod bijna, dat aan Amerikanen werd gezegd, ga niet op reis als het niet nodig is. Wereldwijd zeggen we, ga liever niet op reis. Blijf thuis. Er is een coronapandemie aan de gang in grote delen van de wereld. Nu wordt dat advies opgeheven. Zal er land per land worden bekeken waar ze naartoe kunnen reizen. Maar kijk,
België zal bijvoorbeeld nog geen Amerikanen toelaten, omdat de besmettingsgraad hier veel te hoog is. Omgekeerd, hoe gaat Amerika reageren tegenover Belgen? Kunnen Belgen naar Amerika komen? Want dat is ook al sinds 15 maart niet meer mogelijk. Dus het is een beetje een verwarrend advies dat het mogelijk wordt voor Amerikanen om weer reizen te ondernemen. Maar dat hebben ze zelf niet in de hand. Het zijn andere landen die bepalen of Amerikanen met hun besmettingsgraad al of niet zullen mogen binnenkomen of niet. Oké, dus niet meteen een vlucht boeken, daar hoor ik u zeggen. Dankjewel, Björn Soenes vanuit de Verenigde Staten. Als u vanuit ons land naar het Verenigd Koninkrijk reist, dan moet u voortaan uit eigen beweging 2 weken in quarantaine gaan. Dat heeft de Britse regering beslist. De maatregel gaat zaterdagmorgen in en is ingegeven door de toegenomen besmettingsgraad. We hoorden het net al in ons land. Reizigers uit Spanje en Luxemburg die moesten al een tijdje in quarantaine gaan in het Verenigd Koninkrijk. Nu wordt dus ook België aan die lijst toegevoegd, net als Andorra en de Bahamas. In Holland, we don't even have civil unions, we don't have marriages, we don't even have homophobia in law as a offense. Ja, veel Poolse holebi's voelen zich niet meer veilig in het land. De Poolse president Andrzej Duda heeft vandaag de eed afgelegd voor zijn tweede ambtstermijn na een heftige campagne die vooral holebi's viseerde. Mensenrechtenactivisten vrezen dat het niet bij verkiezingstaal zal blijven en ze willen dat Europa ingrijpt. Piotr en zijn vriend Camille hebben Polen verlaten en zijn verhuisd naar Spanje. De laatste tijd voelen ze zich als homokoppel niet meer veilig in hun thuisland. De hevige verkiezingscampagne van president Duda was de druppel. The breaking point for us was it was Saturday, I guess, when he announced that he wants to change the Polish constitution and put there some, you know, homophobic laws. Eerder hadden al enkele Poolse steden holibi-vrije zones uitgeroepen. Europa trok daarvoor al subsidies in, maar voorlopig blijft het daarbij. De reactie van de Europese Unie is uiteraard ondermaats op dit moment daarop. En volgens mij, een Europa zonder waarden, ja, is de naam Unie eigenlijk niet langer waardig. Bonny vreest dat Polen binnenkort, naar Russisch model, een antipropagandawet gaat invoeren. Dan komt er eigenlijk op neer dat je bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer kunt uithangen, dat je niet meer hand in hand met je vriend of vriendin op straat kan lopen, want dat zou ook zin kunnen worden als propaganda. Piotr en Camille geven de strijd in elk geval niet op, al doen ze dat dus voorlopig vanuit Barcelona. I want to fight for equality in Poland, even though I'm here now. De beelden van de zware val in de Ronde van Polen gisteren die blijven bij iedereen nazinderen. De Nederlander Dylan Groenewegen duwde in volle spurt zijn landgenoot Fabio Jakobsen de dranghekken in. Er werd gevreesd voor zijn leven, maar na een 5 uur durende operatie is zijn toestand ernstig, maar wel stabiel. Patrick Lefevre, de ploegleider van Jakobsen, spreekt intussen van een moordaanslag. De ploeg zal een klacht indienen bij de Internationale Wielerunie en bij de Poolse politie. Moest dat gebeuren in een normaal leven op de openbare weg, dan is dat opzettelijke slagen en verwondingen met zware kwetsuren als gevolg natuurlijk. Je noemde het, las ik, een moordaanslag zelfs. Ja, ik heb er een ander woord voor. Als die jongen dood was, wat was dat dan? Bij Westvlees in West-Vlaanderen blijken nu 67 werknemers besmet met het coronavirus. Gisteren raakte bekend dat er 16 besmettingen waren op de snijafdeling van het bedrijf in West-Rozebeke. Alle 225 mensen die op die afdeling werken, werden meteen in quarantaine geplaatst en werden allemaal getest. Het bedrijf blijft intussen gewoon open. Intussen is in Borgerhout in Antwerpen het coronateststorp van start gegaan. Inwoners van de stad en 4 buurgemeentes die kunnen zich daar sinds vanmorgen laten testen. Tenminste, als ze een code hebben ontvangen na een reis in risicogebied of na een telefoontje van een contactopspoorder. Alleen wie geen symptomen heeft, zoals hoesten of koorts, is er welkom. Het was er vandaag trouwens niet druk. Er werden 117 tests afgenomen. Dat de luchtvaartsector in het rood staat door de coronacrisis is bekend. Nu weten we ook wat dat verlies concreet betekent voor Brussels Airlines. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar hebben ze 182 miljoen euro verlies geboekt. Er waren ook bijna 70% minder passagiers.
Brussels Airlines maakte in mei al bekend dat het 1 op de 4 banen moet schrappen door de crisis. En vanmiddag is brand uitgebroken in de WDC-toren in Brussel, vlakbij het Noordstation. Daarbij vielen geen gewonden. Volgens brandweer is het vuur ontstaan op de 27e verdieping. Alle waterleidingen in het gebouw zijn afgesloten omdat het gebouw gerenoveerd wordt. Samen met de hitte was het op die manier lastig werken voor de brandweer. En dan heb ik nog het verhaal achter een verkeersbericht vanmiddag. Herten op de weg in Tildonk. De diertjes, zowat 50 edelherten, waren ontsnapt uit een privédomein. De meeste edelherten zijn wel al terug op het domein, dankzij de hulp van politiemensen en een groep vrijwilligers. Sinds 14:15 vanmiddag helpen politiemensen mee uitkijken naar loslopende herten. Zijn ze richting Douwe gegaan? Ja, het maïsveld. Ja. Ja, ze moeten sowieso hier oversteken, hè. Hier en daar zien wij al kleine groepjes herten. Ook de politiemensen zien voortdurend herten opduiken, zeggen ze aan de eigenaar. Kom maar terug, daar ben ik zeker van. Maar dat kan zijn dat dat de laatste binnen 2 maanden is. Hè. Dat als je er in die vriezer in steekt. De herten konden ontsnappen toen onbekenden ervan profiteerden dat hun eigenaar even niet thuis was vanmorgen om op het erf te komen en het hekken van de weide open te zetten. Deze moet manueel opengezet zijn. Daar iemand, dat weet ik niet. Zo stond het uit als ik thuis kwam. En de ketting die lag hier zo op de grond. Zowat de helft van de herten zijn al teruggevonden. Maar Hugo hoopt dat hij ze allemaal gezond en wel terugziet. En dan nog dit hittebericht. Het KMI waarschuwt voor code oranje door het erg warme weer van de volgende dagen. Dat betekent onder andere dat het nodig is om regelmatig te drinken en geen al te zware inspanningen te doen. Vandaag werd het al meer dan 30 graden. Later deze week wordt het nog warmer, zelfs tot 38 graden. De volgende dagen wordt het ontiegelijk warm. Alle dagen 34, 35, 36, 37, zelfs 38 graden. Als je kijkt naar de warmste dagen ooit in Ukkel, sinds 1833, dan zijn de volgende dagen stuk voor stuk dagen die gaan opduiken in de top 10 van warmste dagen ooit. Sinds 1833. Bloedheet dus. In deze studio valt het wel mee, maar ook morgen wordt het dus bloedheet met temperaturen tot 35 graden. Doe het dus maar lekker rustig aan. En we nemen afscheid met een glimlach. Deze Braziliaanse verkeersagent regelt het verkeer in Rio op een wel heel bijzondere manier. De agent wilde met zijn danspasjes de inwoners wellicht een hart onder de riem steken. Het land is namelijk zwaar getroffen door het coronavirus. Benieuwd of de man het ook veilig heeft kunnen houden. Ik wens u heel veel koelte toe nu, zodat u goed kan slapen, ondanks de warmte vannacht. En heel graag tot morgen. Volg dit weekend de start van de Jupiler Pro League met de Sportza voetbal-app. Kies je favoriete ploegen en maak je klaar voor het voetbalseizoen.